En vandaag gaan we het hebben over de topic belastingvermindering voor kinderopvang. En hiervoor nodig ik heel graag Philippe van Damme uit. Dag Philippe. Goedemiddag. Welkom. Dank je. Het is je eerste keer bij ons, denk ik. Inderdaad, de eerste keer. Ja, ja. Philippe, wat doe je juist binnen Test & Koop? Ik ben een zestal maanden geleden begonnen werken bij Test & Koop. Ik werk op de juridische afdeling. Mm-hmm. Wat onze afdeling doet, we hebben eigenlijk een team van een honderdtal advocaten bij ons. Okay. Waar dat eigenlijk al onze leden gratis advies kunnen inwinnen. Of als we bijvoorbeeld met een bedrijf een conflict hebben dat niet opgelost raakt, kunnen ze eigenlijk ons ook contacteren. Ja. En dan gaan wij proberen te onderhandelen met dat bedrijf om tot een oplossing te komen. All right. Wel, we gaan het vandaag hebben over die belastingvermindering. Het is een beetje een actueel topic, denk mm-hmm. ik, hè, want we zijn volop in die aangifte. Dus de fiscaliteit is hot. En ik heb een eerste vraag voor jou. Mijn kinderen zijn lid van een sportclub. Mm-hmm. In mijn geval voetbal, hè, ja. Mijn 10-jarige zoon. En dat kost toch wel wat. En als je dan meerdere kinderen hebt, kost dat nog wel wat meer. En af en toe gaan ze ook op sportkamp. En dan heb ik me laten vertellen dat dat dus aftrekbaar is van de belastingen. Ja, dat klopt voor een deel. Oké. Dus eigenlijk waar het over gaat hier, is de belastingvermindering voor kinderopvang. Ja. Een belangrijk onderscheid is wel te maken, dus het jaarlijkse lidgeld wat je betaalt voor de sportclub, zeg maar. Mm-hmm. Dat is niet aftrekbaar. Mm. Dat is spijtig inderdaad, dat gaat meestal met grote bedrag ook. Ja, maar ja. Die sportclubs organiseren ook vaak paaskampen of zomerkampen. Stages. Ja, voilà, klopt. De inschrijvingsgelden die je daarvoor betaalt, die zijn vaak wel een deel aftrekbaar van de belastingen. Ja. Oké, dat is toch de moeite. Dus wat verstaan we dan eigenlijk precies, of wat verstaat de fiscus natuurlijk precies onder kinderopvang? Ja, dus de fiscus zijn eigenlijk drie soorten categorieën die de fiscus aanvaardt als aftrekbare kinderopvang. De eerste is waarschijnlijk de meest bekende, dat is de kinderopvang voor kinderen jonger dan 3 jaar. Ja, dat zijn eigenlijk de crèches, inderdaad. Of de onthaalmoeder. Ja, klopt, ja. Inderdaad. Ja. Een tweede is de opvang voor of na de school. Mm-hmm. Dus dat kan bijvoorbeeld ook opvang zijn die de school zelf organiseert. Maar dat kan bijvoorbeeld eventueel ook bij een onthaalouder zijn. Ja, of op gemeenteniveau. Hè? Ja, voilà. Ja, dat klopt inderdaad. Ja. En de derde categorie is eigenlijk de categorie waar ik het juist over had. Dat zijn dan die sportkampen. Ja. Maar dat is eigenlijk veel breder dan sportkampen. Dus je hebt eigenlijk sportkampen, maar ook bijvoorbeeld muziekkampen, kunstkampen, tekenschool of dergelijke. Mm-hmm. En dat kan ook bijvoorbeeld speelpleinwerking zijn ook. Dus dat is eigenlijk, ja. Eigenlijk alle soorten kampen die tijdens vakantieperiodes of tijdens weekends georganiseerd worden. Maar geen scouts worden. Bijvoorbeeld, dat soort dingen? Dat kost niet zoveel. Nee, scouts inderdaad, dat valt eigenlijk weer onder dat jaarlijkse lidgeld, zeg maar. Wat niet aftrekbaar is. Nee, maar het is niet zo duur, de scout. Nee, voilà. Inderdaad, ja. Voor die opvang zijn er wel twee voorwaarden. Eén is wel dat het kind moet op het moment dat hij deelneemt aan het kamp jonger zijn dan 14 jaar. All right. Ja. Okay. En daarnaast moet het, dus de organisator van het kamp ook over de nodige erkenning beschikken. Dus omdat die moet eigenlijk een soort van een fiscale attest kunnen afleveren dat je daarnaast dan bij je belastingaangifte moet voegen. Ik heb inderdaad elk jaar een fiscale attest van bijvoorbeeld die naschoolse opvang bij ons op school en zo. Ja, dat klopt. Ja. Dan maakt het wel natuurlijk makkelijker. Misschien nog even een klein vraagje daarbij. Hoeveel is dat belastingvoordeel dan precies? Ja. Dus per opvangdag, dus per kind en per opvangdag, kun je eigenlijk een bedrag van 15,7 euro inbrengen. En daar gaat de fiscus dan eigenlijk een belastingvermindering, een korting van 45% op toekennen. Dus dat komt er eigenlijk op neer dat de fiscus iets meer dan 7 euro per dag gaat sponsoren. Dus stel dat je 3 kinderen hebt die een paar weken per jaar deelnemen aan zo'n kamp, gaat dat toch al snel over een paar honderd euro per jaar. Ja, ja, want dat zijn de kosten die heel hoog oplopen als je heel de zomer doorwerkt als ouder en het met de kampjes moet doen. Ja, absoluut. Nu, waar moet je dat dan precies aangeven op je aangifte? Ja, dus dat is een aparte code in de aangifte, code 384. Die vind je terug in rubriek 10, belastingvermindering, belastinguitgaven, die uitgaven die recht geven op een belastingvermindering. Heel vaak gaat de fiscus dat wel al zelf invullen, omdat zij krijgen vaak van de organisator van die kampen krijgen zij dus dat fiscale attest. Dus de fiscus heeft normaal de nodige info daarvoor.
Maar het is wel sowieso heel belangrijk om dat zelf ook wel even te controleren, om te checken of de fiscus dat één het correcte bedrag heeft ingevuld. Mm. Soms beschikt de fiscus inderdaad niet over alle info. En soms vergeet de fiscus het ook gewoon. Dus dat is eigenlijk wel altijd een tip om dat zeker na te kijken. Ja, inderdaad. Nu, je sprak over het lidgeld van een sportclub. Kan je niet op die manier aangeven. Maar er is misschien nog wel een andere manier om een stukje te recupereren, toch? Ja, dat klopt. Voor lidgeld, voor sportclubs, dus dat kan bijvoorbeeld een voetbalclub gaan, maar dat kan bijvoorbeeld ook over een fitnessabonnement gaan. Mm-hmm. Daarvoor voorzien eigenlijk de meeste, heel veel ziekenfondsen, voorzien daarvoor ook een soort van een korting, dat ze een deel van dat lidgeld gaan terugbetalen. De filosofie daarachter is een beetje van, iemand die aan sport doet, is minder vaak ziek, dus die kost ook minder geld aan het ziekenfonds. Maar het geldt niet voor volwassenen? Jawel. Ja. Dus dat is zowel voor kinderen als voor volwassenen. Dus eigenlijk voor alle gezinsleden. Ja, absoluut. Ja. Ik heb een fitnessabonnement, hè. Ah, wel. Dus ik ga niet per se, maar ik heb het wel. Ja. Een deel daarvan gaat je dus sowieso kunnen recupereren. Het hangt eigenlijk een beetje vanaf bij welk ziekenfonds je aangesloten bent. Er zijn bijvoorbeeld ziekenfondsen waar je maar 15 euro per jaar kunt terugkrijgen, dus dat is niet zoveel. Nee. Maar sommige ziekenfondsen geven tot wel iets meer dan 100 euro per jaar terug. Dus als je met 4 sporters bent in een familie, is dat 400 euro. Ja. Dus dat is wel mooi meegenomen. Dus daar is het eigenlijk ook, als je een ziekenfonds kiest, ook wel interessant om dan eens toch te vergelijken van, is dat de moeite om eventueel om daar rekening mee te houden. Alright, oké. Goeie tip. Tenzij je nog andere tips hebt, Filip, dan ga ik je laten gaan. Ja, en wil ik je bedanken. Dat is alles voor deze keer. Absoluut. Hopelijk tot een volgende keer. Ja, alright. Dank je wel.